Na jaren gesteggel en gepraat was het vandaag na lang wachten zover. Aan de Papelaan werd de eerste paal van de brede school geslagen. Dat werd gedaan door wethouder Dasselaar, Joop van Wijngaard en enkele jonge wijspers. Willen we er nog een? Hoe belangrijk is dit moment voor Weesp? Heel belangrijk, en vooral voor deze wijk en voor de brede school zelf. Dat ze gewoon nu aan de slag gaan met de bouw van de brede school. En dat er eerdaags voor deze wijk weer een hele nieuwe school staat. Dus dat is heel belangrijk. Je mogen helpen, je hebt zelf meegeslagen aan de eerste paal. Hoe was het? Ja, hartstikke leuk. En het was, voor iedereen is dat een feest, ook voor de andere deelnemers en voor de kinderen. En voor de participanten natuurlijk in de brede school. Dat dit moment er nu eindelijk is. Iedereen had een beetje het verloren, het geloof. Maar iedereen, op een gegeven moment was het er toch weer. En iedereen is natuurlijk reuze blij dat we nu aan de slag gaan. Kortom, na jaren praten, eindelijk het moment daar dat gaat gebeuren. Ben je dan trots als wethouder zijnde? Nou, eigenlijk een klein beetje, maar ik heb maar een gedeelte natuurlijk meebeleefd. Maar uiteindelijk hebben we wel de klap kunnen geven en dat is wel heel belangrijk. Eindelijk krijgen we vandaag het bewijs dat het echt gebeuren gaat. Dus het was geweldig leuk. Ja, prima. Voor jou gaat het boek dan toch een klein beetje dicht, maar blijft het project toch nog volgen desondanks? Nou jawel, ik blijf het project natuurlijk toch volgen. Daarvoor ben ik er veel te veel bij betrokken geweest. Het boek van er echt bij betrokken zijn en meepraten, dat gaat dicht voor mij. Daar stop ik mee. Maar ik blijf het op de achtergrond natuurlijk wel volgen. En ja, mochten er dus mensen nog iets van me willen of willen weten, dan ben ik altijd bereid om advies te geven, hoe dan ook. En ik ga er heel veel langs fietsen natuurlijk. Dat kan niet anders. Dat zal ik zeker doen. Jongens, gefeliciteerd en proost met elkaar. Allemaal. Na het slaan van de paal werd er volop geproost op de komende bouw van de brede school. De bouw gaat ongeveer een jaar duren en moet halverwege volgend jaar klaar zijn.